Welkom allemaal. We gaan een les doen waarbij we ook wat staande oefeningen gaan doen. Zorg dat je weer even een dekentje hebt gepakt voor de eindontspanning. Zorg weer voor een rustige ruimte. Dan mag je eerst komen zitten. Kom weer rechtop. Plaats je benen in de positie wat voor jou werkt en waar je even in kan blijven zitten. Dan mag je je handen naar achteren plaatsen en lift dan even je billen. Hoofd naar achteren. En rustig terug. Plaats je handen, schouders naar achteren. En ontspan. En sluit maar even je ogen. En voel hoe je erbij zit vandaag. Heb je de rust om je heen gecreëerd? Breng dan je aandacht maar bij je houding. Hoe zit je er vandaag bij? Zit je ontspannen? Zijn je schouders weer laag? Is je rug weer recht? Voel hem even voor jezelf. En breng dan je aandacht weer bij je ademhaling. Adem rustig in en uit via je neus. En adem ook via je buik. Je mag eventueel je handen op je buik plaatsen en rustig in en uit ademen via je buik. We pakken hier een gelijkmatige ademhaling op. Dus probeer een seconde of vijf rustig in te ademen en ook weer vijf seconden uit. Zelfde snelheid. En tel rustig mee in je hoofd. En als je merkt dat je aandacht ergens anders naartoe gaat, pak dan rustig het tellen weer op.
je op de volgende inademing je schouders mee omhoog nemen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Trek ze omhoog. En weer uit. 1, 2, 3, 4, 5. Heel goed. Ga door. Inademing, schouders omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4, 5. En in. 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4, 5. Volgende inademing houden we hem vast. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Hou vast. Hou je schouders hoog. En uit. 2, 3, 4, 5. Volgende inademing omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Hou vast. En uit. 2, 3, 4, 5. Laatste keer. Inademing omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Hou vast. 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4, 5. Heel goed. Draai je schouders maar even los. En maak je cirkel ook wat groter. Neem je armen mee. Open jezelf. En draai dan nog even de andere kant op. Begin ook hier, dus weer wat kleiner. En steeds groter. Heel goed. Mooi. Schouders laag. Zet je rechterhand maar naast je neer. Linkerarm inademen. Neem mee. Hier houden we hem vast. Als het lukt mag je omhoog kijken. En uitademing. Wisselen van kant. Zet je linkerhand neer. Inademing omhoog en kijk weer omhoog. We wisselen, linkerhand omhoog, adem rustig door, kijk omhoog. En laatste wissel. Rustig terug. Mag je je voeten tegen elkaar aanplaatsen. Je rug is recht. En we gaan vlinderen. En kom je rug, schouders naar achter. Duw dan als je nog meer ruimte hier hebt, die knieën richting de mat. En wellicht kan je je voeten een beetje openen. Maar pak hem hier op wat voor jou werkt, waar jij hier de ruimte hebt. Heel goed. Mag je je voeten even kruisen. En dus of in de gelijke beenhouding of je komt in kleermaker zit, wat voor jou hier werkt. En dan komen we eerst even naar voren. Dus met je handen naar voren. Laat je hoofd maar zakken. Pak maar de ruimte op hier die je hebt.
Goed, kom weer een stukje omhoog. En dan mag je, als dat lukt, vanuit hier handen naar voren. Kom je op handen en knieën. En anders pak je op je eigen tempo de houding op. Heel goed. Handen staan onder je schouders. En op de inademing hoofd naar voren. En je rug. Of je trekt je buik helemaal naar beneden. Uitademing. Rug omhoog. Volg je eigen ademhaling hier. Dus de rollen in de bolling van de rug. Inademing, hoofd omhoog. Uitademing, hoofd naar beneden. In omhoog. Heel goed. Zet je tenen op de mat. Duw jezelf omhoog. Je neerwaarts rond. Maar je hoeft nog niet je benen te strekken en je hakken naar beneden. Je houdt je knieën nog wat gebogen. Kijk dan wel richting je navel. Je mag hier links, rechts rustig een beetje je knieën bewegen. Eén voor één. Dus hou nog wat dynamischer. En voel goed. Dit voor jou werkt. Rustig doorgaan. Links, rechts, je knieën buigen. Misschien lukt het om wat verder nu die hakken naar de mat te krijgen. Dus het tempo halen we er iets uit. Links, rechts. Hou dan even vast, dus je strekt je ene been zo ver mogelijk. Open jezelf wat. En wissel van kant. Een wissel. En wissel. Oké, kijk maar of je beide benen zoveel mogelijk kan strekken hier. En loop dan rustig met je handen richting je voeten. Hang voorover. Als je met je handen op de mat kan komen, is dat prachtig. Als je het fijn vindt om je knieën nog wat te buigen, doe dat dan rustig. En anders mag je hier ook wel even beide ellebogen vastpakken. Maar hang maar even voorover. Heel goed. Ook hier mag je rustig wat komen bewegen. Dus je draait van links naar rechts. Als je ellebogen vasthoudt, doe je het vanuit hier. Dus maak de draaiing zo groot, zo klein, als wat voor jou werkt. Heel goed. Oké, kom maar weer terug naar het midden. Je mag je rechterhand voor je voeten plaatsen. Als je hier lengte mist, buig je knieën of je pakt even een blok. Als je thuis geen blokken hebt, kijk dan of je iets anders kan gebruiken tijdens de les thuis. Plaats je hand, linkerhand omhoog. Kijk ook omhoog.
rustig door. Heel goed. Uitademing, wissel. Plaats nu je andere hand voor. En uitademing, rustig terug. Heel goed. We komen op een inademing rustig omhoog. Je mag je armen meenemen. Maak dan lengte, maak lengte, maak lengte. Armen mee omhoog. Rustig in een kleine achteroverbuiging. En handen voor je borst. Heel goed. Oké, pak een klein stukje van de zonnegroet op. Als het goed is, heb je die kunnen oefenen. Waarschijnlijk stuur ik die link mee met deze link. Doe rustig mee. Begin er voor aan de mat. Stap naar voren. Plaats je voeten tegen elkaar aan. Span die buikspieren aan. Schouders naar achter. Handen voor je borst. En adem maar even een paar keer in en uit. Laatste keer inademing, uitademing, inademing, je armen mee omhoog, maak lengte, uitademing, kom rustig helemaal naar beneden, plaats je handen op de mat, buig eventueel die knieën, neus naar je knieën, inademing, strek je rug, dus maak je rug recht. Heel goed, uitademing, handen op de mat, hoge plank en chaturanga. Upper dog en downward dog. Heel goed. Kijk weer naar je navel, spreid je vingers. Adem rustig door, oksels naar de mat. Heel goed. Vijf ademhalingen. De laatste. Heel goed, buig dan weer je knieën. Kijk naar voren, stap rustig terug. Neus naar je knieën. En inademing, kom weer omhoog, neem je armen mee. Uitademing, terug voor je borst. Heel goed. Gaan we nog een keer inademing. Maak lengte. Uitademing, kom rustig naar voren. Hand op de mat, neus naar je knieën. Inademing, strek je rug. Uitademing, hoge plank en chaturanga en één ademhaling. Inademing, upper dog. Uitademing, downward dog. Mooi. Pak hem weer op. Als het te zwaar voor je wordt, breng dan je knieën naar de mat. Pak hem vanuit hier. Geen probleem. Nog twee ademhalingen. En buig dan weer je knieën. Kijk naar voren. Stap weer rustig terug. Neus naar je knieën. En inademing. Kom weer omhoog. Heel goed. Inademing, maak lengte. Uitademing, rustig naar voren, neus naar je knieën. Inademing, strek je rug. Maak je rug recht. Goed zo. Uitademing, stap naar achteren. En chaturanga. Upper dog. Uitademing, downward dog. Mooi.
heel goed. Adem je door. Controleer jezelf. Ik kan het helaas niet doen voor je. Spreid die vingers. Duw die oksels naar de mat. Kijk naar je navel. En adem rustig door. Heel goed. Oké. Vanuit hier mag je je rechterbeen strekken omhoog. Maak lengte. Heel goed. Strek hem weg. Lengte maken. Buig dan je rechterknie. Kijk naar voren. En je rechtervoet komt tussen je handen. Als dat niet in één stap lukt, schuif je met je hand je voet naar voren. Heel goed. Mooi. Inadem. Je mag je linkervoet nog een beetje opdraaien. Kom dan naar voren. Mooi. Hou hem vast. Top. Uitadem. Terug naar de mat. Je linkervoet draai je bij. Je rechtervoet naar achteren. Chaturanga. Upper dog. En weer terug. Downward dog. Mooi. Pak hem weer op. Adem rustig door. We gaan zo naar de andere kant. Dus linkerbeen. Strek hem uit. Maak lengte. Heel goed. Adem rustig door. Buig dan je knie. Kijk naar voren. En stap naar voren. Top. Rechtervoet draai hem een beetje open. En in. Kom naar voren. Buig op die voorste knie. Yes. Buigen. Heel goed. 1, 2, 3. Uit de ademing terug. Linkervoet weer naar achteren. Chaturanga. Upper dog. Downward dog. Mooi. Ademen. Blijf je nu weer 5 ademhalingen. Dus pak de rust weer terug. Buig je knieën. Stap je terug naar voren. Neus naar je knieën en inademing. Kom weer terug omhoog. Handen voor je borst. Toppers. We gaan door. Inademing. Maak lengte. Uitademing. Kom naar beneden. Neus naar je knieën. Inademing, strek je rug, kijk weer naar voren. Uitademing, hoge planken, daar blijven we. Oké. Maak er echt een mooie hoge plank van. Soms zie ik wel dit, of dit, recht. Rechte houding. Als het te zwaar is, breng je die knieën naar de mat. We gaan naar een zijwaartse plank. Dus ik zit rechts in het midden. En ik open mezelf. Heel mooi. Even wil je arm over je hoofd. Als dat goed voelt. Oké. Mocht je wat variatie willen, dan mag dat. Mag je die bovenste, je voet, openen als een boom. En pak je hem hier. Focus. Oké, als het lukt, ga even naar deze terug. En stap je weer bij. Wisselen van kant. Daarmee even snel om. Oké, linkerhand. Open jezelf. Hand even over je hoofd. Span die buikspieren aan. Heel goed. Ook
hier mag je weer voor die variatie kiezen. Plaats dan je voet in die boomhouding. Heel goed. Ja, toppers. Oké, uit aan deze kant. Draai rustig terug. Benen naar achter. Chaturanga. Upper dog. Downward dog. Mooi. Vind je ademhaling weer terug. En vijf. En ook hier. Stap weer rustig terug. Neus nog even na je knieën. En inademing. Kom weer omhoog. Heel goed. Top. Mooi. Oké. We staan nu vooraan de mat. Als het goed is sta je er nog. Ik wissel alweer even van positie. Handen voor je borst. En dan mag je met rechts een stap naar achter zitten. En eigenlijk als je nu een lijn trekt van je hak van voor naar achter, is dat één lijn aan de binnenkant van dit gedeelte van je voet. Yes? Oké. Je voorste been is gestrekt. Lang. En dan draai je heupen naar voren, schouders naar voren. Mag je of je ellebogen vasthouden of je komt in die omgekeerde positie. Wat voor jou werkt. Ja, voorste been is gestrekt. Heupen naar voren, schouders naar voren. Inademing. Maak nog even lengte en uitademing. Kom dan naar voren. En je zakt binnen de ruimte die je hebt. Heel goed. Ademen. Mooi. Oké, handen. Breng ze rustig naar voren richting je voet. Misschien dat je hier wat lengte mist. Dan mag je dat voorste been uiteraard gewoon buigen. Als je de lengte wel hebt, blijf je hier. De neus weer naar je knie. Heel goed. Ademen. Mooi. Buig die voorste knie maar een stukje. Dan draai je je rechter voorbij. En dan heel rustig kom je naar voren. En als het goed voelt, mag je je armen strekken. Vind je balans. Hou hem vast. Oké, zet je rechtervoet maar weer neer. Kom naar een vooroverbuiging. En inademing, kom omhoog. Neem je armen mee. Maak je lengte. Uitademing terug voor je borst. En stap dan nu met links naar achter. Yes, zelfde principe. Rechterbeen, lengte, gestrekt. Achterste been, ook lang als dat lukt. Schouders naar voren, heupen recht naar voren. Armen vast op je rug. Inademing, maak lengte. En uitademing, kom weer naar voren. Zoek je balans. Heel goed. Adem rustig door. Yeah.
Je handen mogen richting de mat. Hier nog weer even met je neus naar je knie. Heel goed. Rustig doorademen. Oké, buig dan weer die voorste knie. Heel goed, draai je linkervoet, je tenen naar voren. En ook hier vind je balans. Eventueel met je armen naar achteren. Rustig weer terug. Zet je voet weer naast de ander. Vooroverbuiging. Hang maar even uit. Ja, mooi. De inademing. Kom omhoog. Neem je armen mee. Uitademing. Handen voor je borst. Mooi. Ga naar de boom. Naar balanshouding. Dus kom goed op je mat staan. Of naast je mat wat je fijn vindt. Gooi alles nog even los. Als je dat lekker vindt. Nou net. Mooi. Ik begin op mijn linkervoet. Dus ik zet mijn linkervoet goed stevig neer. Als het lukt om je tenen wat te spreiden. Doe dat dan, maar zorg dat je goed contact maakt met de mat. Ja, mooi. Komen we weer rechtop. Buikspieren aangespannen, schouders naar achter. En dan draai je eigenlijk die rechte knie open. Heel goed. Optie 1 is hou je voet laag. Dat is een beetje afhankelijk ook van de ondergrond. Hoe je je voelt. Als het goed gaat. Mag die onder je knie. En eventueel boven je knie. Schouders laag. Handen voor je borst. En zoek een focuspunt voor jezelf. Als je goed en stevig staat. Hoog je armen ook omhoog. Handen rustig terug. En stap uit. De houding. Mooi. Goed gedaan. Alles weer even los. Andere kant. Rechte voet. Ook hier. Zet hem stevig neer. Ja, zorg dat je contact maakt met de mat. Dan buikspieren aangespannen. Schouders weer naar achter. En draai dan nu die linkerknie open. En zoek het moment hier even om je rust te vinden. Ook aan deze kant plaats je voet laag of onder je knie. Of wellicht boven je knie. Zoek je balans. En zoek de rust. Veel weer met je handen omhoog. Blokkeer je niet in je schouders.
handen weer rustig terug. En kom uithouden. Langzaam. Heel goed. Mooi. Het is fijn om nog weer even los te schudden. Doe dat dan. We gaan weer naar een vooroverbuiging. Dus ik kom hier rechtop. Buik aangespannen, schouders naar achter. Heel goed. Voet op de mat, maar je mag een klein beetje meer ruimte tussen je voeten. Top. Oké, inademen, neem je armen weer mee omhoog. Maak lengte. En uitademing. Kom naar voren. Hang eerst maar weer even uit. Vind je positie hier. Mooi. Breng dan die armen op je rug. Handen in elkaar. En duw je schouderbladen naar elkaar toe. En laat je handen maar even voorover vallen. Binnen de ruimte die je hebt. Je mag je knieën wat gebogen houden hier. En adem rustig door. Heel goed. Je ademhaling mee. Heel goed. Top. Laat je handen maar weer op je rug zakken. Rustig. Naar voren. Ga met je handen iets naar voren. Kom maar even. Op je knieën. Je mag naar de child's pose. Dat is optie 1. Optie 2 is dat je je knieën wat uit elkaar laat vallen. En dat je naar achter komt. Binnen de ruimte die je hebt. Ja? Dus of child's pose. Of je komt hier rustig naartoe. Neem even je tijd. Pak deze houding eigenlijk alleen op als je hier enigszins ontspannen in kan liggen. Ja, dus we zitten of in die child's pose. Goed. Duw jezelf terug omhoog. Mooi. Benen naar voren. Schud ze maar even los. Mooi. Oké. Je mag je rechterknie buigen. Ga nog even naar een twisthouding. Dus je rechtervoet mag over links. Tegenovergestelde arm, linkerarm, breng hem omhoog. Maak lengte uit, adem, plaats hem aan de buitenkant van je rechterknie. En kijk dan over die rechterschouder naar achteren. Je linkervoet is actief. En hier houden we hem vast. Kijk of je op die uitadem nog net wat verder kan draaien. Of die schouder kan kijken wellicht. Heel goed. Mooi, netjes. Oké. Uitadem, kom weer terug naar voren. Schud
Ze roeren even los. We gaan eerst naar vooroverbuigen. Maar als je het fijn vindt om nog even alles los te draaien, doe dat dan rustig. Oké, dan pakken we eerst hier de vooroverbuiging op. Beide benen tegen elkaar aan. Schouders naar achter. Inademing maar de lengte. En vanuit die lengte kom je rustig naar voren. Laat je handen zakken waar ze terechtkomen. En alsof op je benen. Of lig ze lekker op je mat. Maakt niet uit. Maar kom maar even voorover. Je mag ook gewoon lekker je hoofd laten hangen hier. Inademing, kom weer omhoog. Je mag even, als je het weet, je armen nog even lekker meenemen, lengte maken. En uitademing, terug. Twist, andere kant. Buig je linkerknie. Linkervoet gaat over je rechterbeen. Rechterbeen is actief, teen omhoog. Rechterarm maakt lengte, dus je tegenovergestelde arm. Plaats hem aan de buitenkant. Linkerhand naar achter. Kijk over die schouder naar achter. Heel goed. Rustig doorademen. Aan deze kant weer kijken of het lukt, of je net iets verder in de houding kan komen. Terug naar het midden. Heel goed. Zet je beide voeten maar even neer. En draai dan even van links naar rechts. Ja, mooi. Top. Oké. Je mag komen liggen op je mat. Vindt, rol dan even met die onderrug. We hebben net aardig getwist. Dus voel maar even. Heel goed. Mooi. Oké. Zet je voeten maar achter je neer. Zet ze goed neer. Stevig neer. Je mag je handen naast plaatsen, handpalmen naar boven. En inademing, lift dan je heupen omhoog. Duw jezelf omhoog en span die bilspieren aan. Oké, we houden hem vast. Oké.
Heel goed, adem rustig door. En uitadem je kom terug. Mooi. Knie weer even naar je borst. Yes. Oké. Je mag die nog een keer doen. Of een variant op bedenken. Als je thuis een blok hebt, kan je hem in je rug plaatsen. Voor de mensen die nog een stapje verder willen mogen naar het wieltje. Wiel. Maar doe dat alleen als je de kracht hebt in je armen en de flexibiliteit in je rug. De meeste mensen die bij mij zijn geweest weten of dat wel of niet kan. Oké. Dus of je pakt variatie A weer op. Of je zet je handen achter je. Je zet je voeten neer. En in omhoog. Heel goed. Vergeet niet te ademen. Oké, weer rustig. Terug. Breng die knie maar even naar je borst. En masseer je onderrug. Heel goed. Mooi. Ga naar de happy baby. Zorg dat je rug goed ligt op de mat. Wat je dan doet, je trekt eigenlijk die knieën zoveel mogelijk naar je toe. En je voeten omhoog. Je mag dan binnenlangs je tenen vastpakken en laat dan die knieën weer wat zakken. En je houdt hem vast. Dus je voeten staan recht in het plafond. Ja, dus als je wat verder hier komt, probeer dan nog steeds die voeten zoveel mogelijk richting het plafond te houden. Mooi, en je houdt hem even vast. Happy baby. Heerlijke houding. Ontspannen houding ook. Oké, laat je voeten los, trek je knieën maar even naar je borst en rol, masseer je onderrug. We gaan zo al richting eindontspanning, maar het is mooi als je naar deze serie van net even nu een houding voor jezelf nog even pakt waar je behoefte ligt. En dat kan zijn dat je beide knieën even naar één kant brengt, je hoofd naar de andere kant. Dat je gewoon nog even lang maakt, maar zoek voor jezelf de houding waar nu nog even je behoefte ligt. Door naar de eindontspanning. Het mooiste van online een les volgen is dat je ook gewoon een les uit kan zetten als je denkt de eindontspanning is me te kort. Je weet hoe je moet afsluiten inmiddels. Dus je mag ook gewoon nu het filmpje uitzetten. En even lekker in je eindontspanning genieten. Doe wat je zelf graag wil. Ik sluit zittend af.
Maar gaan jullie lekker liggen. Lekker liggen op je mat, op je rug. Leg je handpalmen naast je neer. Of je armen. Handpalmen naar boven. En je mag je voeten best een beetje uit elkaar laten vallen. Heel goed. Doe een dekentje om als je dat fijn vindt. Misschien heb je wel een oogmasker liggen. Leg die dan lekker op je ogen. En breng dan de aandacht bij jezelf. En voel eerst eens even na. Voel wat de les voor je gedaan heeft. En volg dan in je gedachten nog even. Of loop je gedachten je eigen lijf bij langs. Om alle gebieden rustig te ontspannen. Maar sluit je rustig af. En ontspan. Rustig de aandacht terug bij jezelf. En beweeg je handen en je voeten weer een beetje. En pak ook nu nog even een houding op waar je fijn bij voelt. Voordat je weer komt zitten. Kom weer rustig zitten. Recht op. Je rug is recht. Schouders zijn laag. En neem dan op een inadem je armen mee omhoog. Maak lengte. Uitademing. Handen voor je borst. En maak een buiging voor jezelf. Namaste. Namaste, lieve mensen. En laten we elkaar alsjeblieft heel snel gewoon weer live zien. Thanks.